We zijn vandaag in Sunparks Mol, waar de nieuwe finalisten voor Mr. Gay Belgium 2019 zijn verkozen. Tijd om ze beter te leren kennen. Bij mij zit Matthias. Dag Matthias. Hallo. Alles oké? Okay? Alles goed, ja. Dank u wel. Okay. Matthias, je mag je kort even voorstellen. Ik ben Matthias, 25 jaar, afkomstig uit Oost-Vlaamse Lokeren en werkzaam als extern auditor bij PwC. Mijn hobby's zijn voetballen, tennis, minivoetbal en ik reis ook wel heel graag. Okay. Voetbal, op welk niveau? Voetbal bij de reserve in derde provinciale, dus ja, gewestelijk niveau, maar toch competitief. Oké, okay, super. Nu, Matthias, waarom heb je je ingeschreven voor Mr. Gay Belgium 2019? Omdat ik het belangrijk vind dat er nog bepaalde aandachtspunten iets meer in de picture komen. Mm-hmm. Die verdienen dat om extra aandacht te krijgen in die zin dat er nog heel wat verbeterd kan worden, zelfs hier in België. Dat is een van de redenen waarom ik mij heb ingeschreven voor Mr. Gay Belgium 2019. Oké, okay, Matthias, nu als finalist vertegenwoordig je een thema. Voor welk thema heb je gekozen en waarom? Mijn thema is eigenlijk dus de coming out in de sportwereld. De reden waarom ik dat gekozen heb is omdat ik zelf ook voetbal speel. Mm-hmm. Nu, mijn coming out in de voetbal heeft voor mij heel positieve gevolgen gehad. Maar ik begrijp wel, en ik weet van andere vrienden, dat er heel veel clubs zijn die daar moeilijk over doen. En dan, zij stoppen er gewoon mee, ze worden gepest en dan, zij proberen wel nog even. Maar dan uiteindelijk gaat het niet meer. Dus ik wil een positieve boodschap brengen met mijn positieve invloed daaruit. En ik hoop dat er dan extra clubs zullen volgen die gewoon iedereen zullen omarmen. En iedereen in die ploeg zullen houden. Dat is echt wel mijn doel van mijn verkiezing. Oké, okay, dat is heel mooi. Nu Matthias, wat zijn de verwachtingen naar komende maanden toe? Goh, ik denk dat het heel druk zal worden, maar ook wel heel leuk. Ik denk dat we een hechte groep zullen vormen, dat we echt veel nieuwe mensen gaan leren kennen. Dat ik mezelf ook ga ontwikkelen en zoveel mogelijk ga proberen doen om andere jongens die het moeilijk hebben om zich uit de kast te komen in de sportwereld, om die jongens echt te helpen. Oké, okay, Matthias, geniet van komende maanden en ik wens je alvast heel veel succes. Dank u wel.